Ze zitten op een pot met goud en ze zien het niet. Nee. En dan, wij noemen dat Geertsu, dan ga ik zo'n stuk pakken. En dan denk ik, ja, dat onderdeel, dat is waarom je dat aandeel moet kopen. Ja. En dan zet ik dan helemaal bovenin en dat wordt dan mijn triggerpoint. En dan herschrijf ik die stukken, dat het ook sexy en leesbaar wordt. Zo, beste kijkers, daar zijn we weer met een hele nieuwe aflevering van Over de Vloer Bij. Vandaag hebben we een heel mooi onderwerp. Dat is beleggen. Je wordt op YouTube ermee plat gegooid. Je hebt tal van verschillende goeroes die allemaal denken het beste te weten. Ze hebben het over crypto, NFT. Sommigen zeggen de wereld gaat kapot. Je moet in zilver of in goud gaan investeren. Ik heb alles voorbij zien komen. Hoogste tijd om naar de beurskoning van Nederland te gaan. Dan heb ik het over Geert Schij, oprichter van Beursgenoten, wat hij in 2006 heeft opgericht. Hij is ook wel bekend van Business Class, waar hij vaak op zondag zit om zijn verhaal te vertellen en de parels van de beurs. Ik volg hem al enige tijd, maar ik volg ook vaak zijn beursadviezen op. Ik heb persoonlijk daar een hele goede ervaring mee. Die kennis wil ik graag samen met jullie gaan delen, want wij nemen jullie mee in de wereld van beleggen. We hebben natuurlijk ook weer een wistje datje voor jullie in petto. Wat is het meest succesvolle aandeel geweest van Geert Schij in 2022? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want ik weet het oprecht niet. En uiteraard gaan we jullie ook vertellen wat de beursparel van 2023 gaat worden. Aangekomen in Assen bij het prachtige pand van Beursgenoten waar Geert Schij gevestigd zit. We gaan snel naar binnen. Wel. Zo. Hele goede morgen. Hele goede morgen, Geert. Dank. Welkom. Ja, dank voor de uitnodiging. We gaan het vandaag hebben over beleggen, in de breedste zin van het woord. Dan ben je hier op het goede adres. Zo is het. Kom erin. Ja, dankjewel. Nou, kom. Prachtige locatie, hè, dit? Ja, we zitten hier heel goed, maar we gaan hier wel weg. Okay. Want het pand is te klein. Het is een mooi historisch monument. Alleen voor ons te klein. We hebben nu 300-400 meter verderop een historisch gebouw gekocht van 120, 130 jaar oud. Nee, nog ouder zelfs. Ik denk 1800 toch wat. Ik heb het helemaal teruggebracht naar de stijl van naar de tijd van toen. Okay. Vind ik mooi. Ja, ja, dat past ook wel bij, hè? Nou, een beetje. Je moet een beetje van twee kanten zijn. Aan de ene kant moet je ultramodern zijn. Ja. Aan de andere kant mag je een beetje vasthouden aan die oude waarden. En dat maakt het leven boeiend. Voor de mensen die jou nog niet kennen, Geert. Wie is Geert Schij? Nou, als je niet belegt, denk ik niet dat je me kent, althans, dat moet het bij toeval zijn. Ja, ik denk, ja, als ik mijn leven terugkijk, denk ik vooral dat ik gekenmerkt word door ondernemen en dan vooral heel nuchter. En dat is ook uiteindelijk, ik ben begonnen, ik heb ook allemaal winkels gehad, ik heb heel veel verschillende type bedrijven gehad, maar uiteindelijk ben ik op 24-jarige leeftijd in aanraking gekomen met het beleggen. En daar heb ik gemerkt dat ik daar wel extra gen in had. Vooral omdat ik altijd nuchter ben en altijd fundamenteel beleg. Dus ik geloof niet in sprookjes. Cijfertjes liegen nooit. Mm-hmm. En vanuit die gedachte toetsen wij altijd ondernemingen en proberen we altijd de padeltjes in de markt te ontdekken. Soms zijn aandelen heel erg goedkoop en dan gooit iedereen het, wij spreken, aan de kant, want het is helemaal niks. Mm-hmm. En dan schuif ik juist ervoor om te kijken van, hey, maar is er daadwerkelijk niks? Kijk, iets wat vandaag slecht is, kan morgen heel goed zijn. En wat vandaag heel goed is, kan morgen slecht zijn. En vanuit die gedachte heb ik mezelf ontwikkeld en ben ik uiteindelijk goed op mijn pootjes terechtgekomen. Ja, nou, dat kun je ook absoluut niet zien. Want ik volg je als persoon zijnde al enige tijd. Ik ben zeer vereerd. Ja, ik heb je ook als beurskoning benoemd in het begin. Wat adviseer je een startende belegger als die voor het eerst in aanraking wil komen met beleggen? Eigenlijk zou je moeten gaan droogzwemmen. Maar zelf hou ik niet zo van droogzwemmen. Dus als je wil gaan beleggen, ga dan met een klein stukje van je geld aandeeltjes kopen om een bepaalde reden. Mm. En ik ga dan even terug naar mijn roots. Vroeger had je dan de Bijenkorf, was ook beursgenoteerd. Dus er waren een aantal aandeeltjes, die volgde ik dan in de krant. En dan stond ik bijvoorbeeld 71 gulden. En dan dacht ik, nu zijn ze te duur. En dan stond 68, dan zou ik ze nu kopen. Dus in die gedachte ben je dan een beetje aan het beleggen. En dan begin je eens even heel voorzichtig met wat aandelen te kopen. Dat op het moment dat je fout zit, dat het je geen pijn doet, weet je wel. Maar daardoor denk je wel, oh, dat had ik anders moeten doen. Dat had ik anders moeten doen. Want ik weet nog wel, toen ik begon, toen ging ik ook op zoek van, nou, ik had dan 20.000 gulden gespaard. En ik wil graag beleggen. En toen kwam ik bij de bank en zei, ja, dan moest ik aandelen hoogovers kopen. Maar ja, hoe dan? Mm-hmm. Snap je? Eigenlijk was er nauwelijks kennis. Ze deden allemaal heel stoer, die bankdirecteuren. Dus ik ben me daar, een lang verhaal heel kort, ik ben me daar helemaal in gaan verdiepen. Ik heb ook gestudeerd bij het Nederlands Instituut in Bank en Effectenwezen, dat niet mee.
op een later leeftijd, ik 24 was. En ik merkte echt dat er was zo weinig kennis. Mm-hmm. En als er al kennis is, dan zijn het vooral theoretica. Hey, ik zie heel veel collega's die misschien wel veel begaafder zijn in beleggers als mij, maar ze kunnen niet verdienen wat ik verdien. Ik zeg ook altijd, je moet je verliezen nemen als een klein duimpje, mm-hmm. en je winsten laten doorlopen als een grote reus. Ja. Hey, en daartussen moet je marginderen, dat zijn allemaal trucjes. Hey, ik ben niet... Het is niet zo, oh, ik heb een aandeel geanalyseerd en dat moet het dan zijn. Nee, er zijn ook allemaal technieken mogelijk, zoals een goed koopman betaamt, waardoor je dus zeg maar fortuin kan maken. En al die elementen heb ik als het ware erin gegooid. Nou ja, dat is duidelijk. Ja, dat is een heel mooi bedrijf ontstaan, Beursgenoten. Ja, ja. En de kennis, hè? Want je moet toch behoorlijk wat kennis hebben van de beurs. Waar haal jij die dagelijks vandaan? Nou, allereerst is het zo, ik heb heel veel analisten die voor mij werken. Die zitten over de hele wereld verspreid, hè? Want ik hou van internationale kennis. En die zoeken allemaal op hun manier aandeel op. Maar het blijkt toch ook wel weer dat je dradertje zelf moet hebben om ondergewaardeerde aandelen te zoeken. En, mm-hmm. en ja, dat heb ik, daar hoef ik niks voor te doen. Dat zit gewoon in mij. Ik volg de bepaalde aandelen of ik kijk ernaar, ik zoek ze. En dan elke keer ben ik er weer verbaasd over, maar ook heel enthousiast, mm-hmm. dat ik er weer eentje gevonden heb. Ik lees dan ook de stukken van analisten. Een analist is een analist. Het zijn eigenlijk wat droge mensen die cijfers beoordelen, materie. Mm-hmm. En dan lees ik de stukken en denk, wauw, weet je wel. Ze zitten op een pot met goud en ze zien het niet. Nee. En dan, wij noemen dat Geertsu. Dan ga ik zo'n stuk pakken en dan denk ik, ja, dat onderdeel, dat is waarom je dat aandeel moet kopen. En dan zet ik dan helemaal bovenin en dat wordt dan mijn triggerpoint en dan herschrijf ik die stukken. Dat het ook sexy en leesbaar wordt. Als je een aandeel wil analyseren, je hebt het nieuws, je hebt alle analyses die we geschreven hebben, je hebt de stand van zaken, we houden dat bij. Mm-hmm. Je kan alert service instellen. De wereld ligt aan je voeten. Ja, precies. En als er iemand is die zegt, ja, ik mis dit of dat, ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Want mm-hmm. Wij staan nooit stil. Nee. Gewoon nooit. Nee, dus als ook als belegger, hè, of startende belegger, word je letterlijk aan het handje meegenomen in de wereld van beursgenoten. Hè? Het enige wat ze misschien wel eens lastig vinden, denk ik, is dat ik wel een beetje behoudend ben. Want jonge beleggers, en dat hoort er ook bij, die willen natuurlijk heel snel rijk worden. Hè? En terwijl ik geleerd heb, toen ik die 20.000 schulden, wat ik jou ook verteld heb in de film, ja, dat is 3.000 geworden. Hè? Mm-hmm. Ik had heel veel adviseurs om me heen. Dus ik was bijna al mijn geld kwijt. En toen ben ik dat zelf gaan doen. En ik kan me nog goed herinneren. Ik zat met gulden zo te spelen. Zo. En toen dacht ik, Geert, joh, je wilt veel te snel. Je wilt gewoon zo snel rijk worden. Doe nou eens net als je grootvader. Die begon met 1 koe. Die kreeg een kalfie. Die 2 kregen 4. Die 4 werden 8. Ga eens even rustig aan beginnen. En vanaf dat moment is mijn stapeltje alleen maar groter geworden. Mooi. En dan stopt het nooit meer. Mm-hmm. Omdat die theorie handhaaf ik. Als je bijvoorbeeld aandelen onder een tientje neemt, mm-hmm. hè, om het even te noemen. Dat is een hartstikke leuk bedrijf. En dan, als je dan weinig geld hebt, kun je echt klappertjes maken. Mm-hmm. Op het moment dat je daar scoort, hè, dat is ook allemaal wat goedkoper. Het is toegankelijk voor de jeugd, aandeeltjes van 50 cent. Mm-hmm. En die doet het echt verschrikkelijk goed. Op het moment dat je daar scoort, dan is mijn boodschap, ga met een stuk van het geld, mm-hmm. ga dat van de tafel afhalen en doe dat gewoon in goede aandelen en begin te spreiden. Dus met een heel klein beetje geld kun je proberen even die boost te maken. Maar mm-hmm. op het moment dat goed gaat, haal dan wat fiches weg. Ook al is dat 5.000 of 3.000 euro. En gedraag je dan als een professionele belegger. Jongeren worden platgegooid op het internet. Snel geld verdienen met crypto, met zilver. Je wordt ermee platgegooid. NFT's, wat je ook voorbij ziet komen. Ja. Wat is jouw kijk tegen die mensen die op YouTube zeggen, je kunt bij mij snel geld verdienen. Hoe kijk jij daar als professioneel belegger tegenaan? Zij kunnen heel snel geld aan jou verdienen. Ik heb hier ook gezegd op het kantoor, deze week nog, wij hebben gewoon zitten slapen. Mm-hmm. We hebben zitten slapen. Die NFT's, in feite koop je digitale beeldmerkjes. En nog niet mm-hmm. eens beeldmerk zelf, maar de link daarnaartoe. En je hoopt dan ooit dat het meer waard wordt. Nou, die kans dat gebeurt is heel klein. En je betaalt er een enorm bedrag voor. Maar ik heb dat gezien. Wat die jongens eraan verdienen. Mm-hmm. Is krankzinnig. Dat overtreft je. Je praat over 25 miljoen of zo. Ja. Wat ze gewoon in een paar maanden binnenhalen. Mm-hmm. Weet je, dus snel rijk worden wil iedereen. Mm-hmm. Maar dat,
er zijn maar weinig die dat halen. Probeer nou terug te denken aan wat ik zei. Hè? Mm-hmm. 1 koe, een kalfie, 2 kalfie, dus zo van 2, 4, 6, 8, 10. 2020 begon goed, hè, de eerste paar weken van vorig jaar. En daarna zakte de beurs toch wel wat verder in. En half oktober kwam er weer een opleving. En die opleving hebben we nu nog steeds. Hoe kijk jij terug naar 2022 als belegger? Ja, 2022 was natuurlijk een lastig jaar. Je komt uit die coronatijd. 2020 mm-hmm. bijvoorbeeld daalde mijn portefeuille fors. Mm-hmm. Dat is ook wel logisch, want ik kan geen pandemie duiden. Ik kon er niks mee, weet je wel. Ik had nooit die effecten daarvan ingeschat. Uiteindelijk ben ik gewoon lekker blijven zitten. En dan mm-hmm. krijg je vervolgens het herstel. Maar wat je dus in 2022 ziet, is dat iedereen een adem in had. Er is een gierende inflatie. Waar stopt dat? China zit op slot. Mm-hmm. Hoe lang blijft dat op slot zitten? Mensen zijn er bang voor. Maar gierende inflatie brengt ook met zich mee renteverhogingen. Mm-hmm. Dus dat is geen trigger voor de aandelen. Dus ik denk nog niet eens dat zoveel mensen dan aandelen verkopen. Maar dat de handel in zijn totaliteit, door de afwachten dat de aandelen daardoor wat terugzakken, soms heel fors mm-hmm. terugzakken. Nu zie je dus, en dat is 2023, zie je dus dat de renteverhogingen in Amerika, waar ze redelijk agressief te werk zijn, gaan hun werk doen. Dat doet de Fed, hè? He? Dat doet de Fed. Ja. He, die doet zijn werk, de inflatie gaat er echt snel terug. Waarbij we eigenlijk kunnen concluderen, we krijgen misschien nog 2-3 renteverhogingen, 2,5%, misschien nog niet eens, en het laatste 0,25%. Europa profiteert daar min of meer een beetje van mee, dan zien we mm-hmm. dat ook zo. 2,5% plus 0,25%. En dan zijn we er waarschijnlijk weer, dat de inflatie op een normaal niveau is. Ja, met een inflatie van 10% op dit moment, waar moet je dan zijn met je geld? Dan moet je toch met je geld of in vastgoed zijn, of in aandelen zijn, of in goud of zilver. Maar je moet overal inzetten, behalve geld. Mm-hmm. Dan krijg je eind 2023 krijg je volgens mij de eerste renteverlaging. En begin 2024 de eerste renteverlaging weer. En dan begint het carousel te draaien. En dan zullen we AIX zien van 1200, 1300 punten. Ja. Dus dat ga je echt verschrijven. Maar als ik het goed begrijp, dan zeg je, hè, geld wordt steeds minder waard. Hè? Ik ben geen complotdenker. Maar ik heb wel het gevoel dat onder leiding van Kaag en consorten en Mark Rutte, die komt niet meer voor ons op. Dat ze wel proberen te nivelleren. Mm-hmm. Ze zijn echt mee bezig om mensen die wat meer hebben als een ander, om die toch een tandje lager te laten te zetten. En dan is het natuurlijk wel zo, belastingtechnisch is het zo, dat wie de sterkste benen heeft, die moet ook het sterkste bijdragen aan de economie. Maar het moet wel op een reële manier gebeuren. Evenwicht zijn, hè? Ja, en als je dan ziet dat je nu 3% belasting moet betalen over de waarde van je portefeuille, dat zijn echt jaren dat je het niet verdient. Dat is gewoon te soft voor woorden. Ja, ze pakken het allemaal aan, want vastgoed zijn ze ook flink de sjaak. In Den Haag, met alle respect, ze zijn allemaal salonsocialisten. Ze snappen helemaal niks van het leven. Ze doen of ze het snappen, ze hebben de grootste verhalen. Maar ze snappen er gewoon helemaal niks van. Ze hebben nooit met de handen in de schoffel gestaan of met de benen in de stront. Nee. Ik wel. Ja, eens. Zo is het ook. Ja. En ik hoorde je net ook goud en zilver benoemen. Want we zien, hè, dat de euro toch wel in de toekomst ons gaat verlaten. Er komt een nieuwe digitale munt. Je ziet toch mensen vluchten wat meer. Oké, moeten we dan fysiek goud of fysiek zilver hebben? Hoe kijk jij er nou tegenaan? Nou ja, als je zilver koopt en je koopt ze op termijnmarkt, daar in het boek De Wolf Jaagt op Uw Geld, wat ik geschreven heb, schrijf ik daar ook over. Kijk, als je zilver op papier koopt, er wordt veel meer zilver verkocht dan dat er daadwerkelijk is in de wereld. Dus als al dat zilver wat op papier gekocht wordt, daadwerkelijk geleverd moet worden, dan krijg je een enorme explosie of chaos. Kan je niet voorspellen hoe dat af gaat lopen. Ik zou het liefst fysiek zilver hebben. Dan kun je die kilo in je hand nemen en dan kun je naar Engeland toe gaan die buiten de EU is. Mm-hmm. En dan heb je in ieder geval nog wat mee te nemen. Dus, maar goed, ik snap natuurlijk ook wel, voor de kleine beleggers heeft het allemaal niet zoveel zin. Ik geloof wel heel erg in zilver, met name in zilver, nog bovenop goud. Omdat zilver veel meer industriële toepassingen heeft ten opzichte van goud. Maar het is een hele goede hedge tegen waardevermindering van je geld. Dat is wel duidelijk. En wat dat gaat, ben ik wel een beetje bekeerd. Vroeger zei ik altijd, ja, goud en zilver, een varken wil het niet vreten en het is te koud om bij te slapen. Mm-hmm. Ik heb nu wel gezien, met name door die industriële toepassingen, dat zilver met name wel een edelmetaal is die ondergewaardeerd is en die volgens mij wel dubbeler zou kunnen naar voren te staan van wat het nu staat. En ik zie dat we hier in een prachtige pand zitten. Zou je me ook eens een stuk van het pand kunnen laten zien? Zeker. Ben wel even lopen? Ja, dankjewel. Okay, gaan we doen. Nou, ik moet zeggen, Geert, het is ook nog een aardig pand, hoor. Mooi, hè? Ja. Ik hou van die
van die klassieke panden. Ja. Ja, alhoewel modern ook mooi is, daar heb ik er toch voor gekozen om een beetje... Ja, ik heb een beetje toch een beetje hang naar die 18e en 19e eeuw. Dat vind ik gewoon mooi. Toen wij hier onderweg naar het prachtige Assen toe reden, hadden we het over een wist je datje. Ook vanuit mijn eigen interesse, want ik ben ook wel benieuwd, hè, want het is toch wel een turbulent jaar geweest, 2022. Dus ben ik heel benieuwd naar je meest succesvolle aandeel, waar je het meeste rendement op hebt gehaald. En we gaan het even uitgebreid over 2023 hebben. Hè. Hoe kijk jij daar tegenaan? Maar laten we het eerst even over het meest succesvolle aandeel van 2022 hebben. Waar ik eigenlijk het meeste winst op gemaakt heb, volgens mij, is... Het zijn er meerdere, maar met name Bayer. Bayer zit de hele tijd in de carousel van die Roundup claims. Hè, er is in Amerika een proces aangespannen dat het zou kankerverwekkend zijn. Dat is niet bewezen. In Europa speelt dat dus niet, maar in Amerika wel. Er zijn bedragen toegekend van 10, 11 miljard euro. En elke keer leeft het aandeel een beetje tussen hoop en vrees. Dus dan zie je het oplopen richting 58, 59, hup, en dan gaat hij weer richting 48. En daar heb ik wel verschillende trades in gemaakt elke keer. Okay. En dat spelletje houdt een keer op, want uiteindelijk denk ik toch dat hij naar 70, 80 gaat. Mm-hmm. Maar nu ook heb ik weer verkocht op 57 en staat geloof ik vandaag staat hij dan 54. Dus ja, dan moet ik eigenlijk een beetje timen en dan doe ik dan ook een beetje strategisch. Ja, als ik heb bijvoorbeeld, en ik noem maar een getal, ik koop 1000 aandelen, dan koop ik er eerst 500. Dan hoop ik dat die verder daalt, dan koop ik er weer 500, weet je wel. Ah, ja, maar als je wel stijgt, dan dus daar heb ik me in getraind. Dat is ontzettend leuk. Mm-hmm. Waarom? In Bayer, in onder die water kun je niet verdrinken. Uiteindelijk is het een heel goed aandeel. Of ze nou uiteindelijk 11 miljard schikking moeten betalen in Amerika of 15 miljard, ze hebben het op een bank. Het is voor hun geen enkel issue, dat is klaar. Ander aandeel wat wij heel goed geanalyseerd hebben bij beursgenoten, waar ik ook weet dat heel veel abonnees er geld aan verdiend hebben, is Van Lanschot. Van Lanschot is zo'n 19 euro, 20 euro. Giga dividendrendement, heel goed eigen vermogen. Gewoon ten opzichte van andere banken zwaar ondergewaardeerd. Gaf ook heel veel geld terug aan aandeelhouders, extra dividenden. Afgelopen december nog 2 euro, dus dat was al 10%. Staat nu rond de 28 euro. Wij kochten dat rond de 19,20. Ja. Plus dat we dat dividend gehad hebben. Ja, dan maak je gewoon 40-50%. En dat is ook weer zo leuk. Eigenlijk een soort van risicoloos. Ja. Dus als ik uit vorig jaar 2 aandelen pik, waren dat wel 2 van mijn leukste aandelen. Dat laatste advies met Van Lanschot heb ik zelf ook opgevolgd. Ah, kijk, dat is ook een van mijn meest succesvolle aandelen geweest. Is dat een beetje vangen? 2023, hè? We zijn spectaculair gestart met de AEX. Ik had het persoonlijk niet verwacht, zo'n aftrap van een nieuw jaar. Ik ook niet, nee. Nee, want ja, er speelt genoeg in de wereld. Ja. Hè? Met Rusland en Oekraïne, wat nog best wel gevaar is voor veel beleggers. Hoe kijk jij als fanatieke belegger tegen 2023 aan? Nou ja, ik zit dus aan de ene kant heb ik aandelen, aan de andere kant zit ik ook short in FTE's, in contracten. Dus ik speel een beetje op twee markten en dan hoop ik gewoon dat mijn aandelen outperformen ten opzichte van de AEX. Maar als die naar beneden gaat vandaag en morgen, dan heb ik er een dekking in zitten. Dus ik ben gewoon niet zeker. Ik moet wel zeggen, ik heb meerdere portefeuilles, maar ik heb één portefeuille waar ik dan de hele dag mee bezig ben. Eén vast bedrag, ik noem dat mijn gokportefeuille, dat is natuurlijk niet zo, maar daar ben ik wel heel erg gedreven, fanatiek in. En dan mag ik alles doen wat in me opkomt. Okay. En ik heb geloof ik al 15% rendement dit jaar of zo, weet je, dat is natuurlijk niet normaal. Nee, dat is fors. Dus dat is fors, ja. En ook toch wel met degelijke aandelen allemaal. Dus die inflatie, die geldontwaarding, daar is men heel erg bang voor. Mm-hmm. Men kijkt dus nu heel erg vooruit naar wanneer de rentedalingen komen. Eind 2023, 2024 zeggen eigenlijk deze wedstrijd gaan wij winnen. Mm-hmm. Inflatie gaat naar beneden door die rentestijgingen. Daarna krijgt een tijdje niks, gaat die rente weer dalen. Dus daar gaan ze op voorsorteren. Snap ik ook, want je geld wordt gewoon wel heel snel minder waard. Als ik in de supermarkt loop, ja, en ik heb het karretje vol. Vroeger dan had ik hem, anderhalf, 2 jaar terug. Ja, nu heb ik een klein tasje vol, moet ik 96 euro. En ja, denk dat ik, is oh my god, weet je wel. Ja. Dus, en dat merk je overal. Alles is gewoon een stuk duurder geworden. Dus je moet dat geld moet een uitweg vinden. Daarmee mijn aandelen op de beste plek. Aan de andere kant, je hebt te maken met golfbewegingen. Mm-hmm. En dan heeft iedereen maakt golfbewegingen. Dat is allemaal aandelen, dat moet je zijn. En ze zijn duur en we kijken vooruit. Maar er komt straks ook een moment van een bepaald realisme. Mm-hmm. En als dat komt, en daar kan zo'n aanleiding voor zijn. Dan gaan ze allemaal negen, dan kun je zo 10% naar beneden gaan. Dus ja. ik vind het moeilijk. Je moet niet denken dat dit jaar zonder vallen en opstaan wordt. Ja. Dat zou mij verbazen. Dus ik verwacht eigenlijk zo richting
De cijfers zullen uiteindelijk de wal het schip keren. Want de cijfers zullen van heel veel bedrijven gewoon gaan tegenvallen. Mm-hmm. En de winstverwachtingen worden naar beneden bijgedraaid. En dat is uiteindelijk wat om draait bij aandelen, om de waarderingen. Goed, wij zoeken bij beursgenoten altijd de parels eruit. Aandelen die ten onrechte te zwaar op hun billen hebben gehad. Of die juist in onze ogen te hoog zijn. Wij proberen echt fundamenteel te kijken van oké, we kopen dit aandeel en als het dan daalt, dan boeit het ons ook niks. Want we weten wat we hebben, we weten waarom we het hebben, we weten ook waar we naartoe gaan. En dat blijkt gewoon te werken. Maar denk niet, en dat geldt voor alle beleggers, denk niet dat dit normaal is wat gebeurt. Nee. Dit is niet normaal. Nee, het zijn hele vreemde tijden wat we meemaken. Mooie tijden, want we verdienen allemaal geld. Hoe lekker is dat? Ik ook. En ik room dan ook de hele tijd weer af, weet je wel. Zo ben ik dan ook wel. Ja. Met name van mijn actieve portefeuille. Ja, dan denk ik, weet je, ik hou dat altijd een beetje rond hetzelfde bedrag. Dan heb je weer 10 en weer 20.000. Ja, hoe lekker is dat? Ja, eens. Het is een beetje dansen op de golven, hè? Ja, dat lukt iedereen niet goed. Maar denk goed dan. Een Belgisch spreekwoord zegt, je leert pas van je fouten op het moment dat je ervoor betaalt. Dus iedereen die denkt dat het niet stuk kan, er komt een dag en dan denk je, shit, had ik maar met de beursgenoten geluisterd. Ja. Blijf voorzichtig, want dit is niet normaal. Dan gaan we het over de parels hebben, hè, van Geert. Papa parels, van 2023. Welke parels moeten we in de gaten houden? Nou, ik vind Vagron erg goedkoop. Ja, die staat vandaag op 13,75, stond een week of twee terug op 14,20. Ja, ik denk zelf dat aandeel op een eurotje of 20 zou mogen staan. Dat is een forse groei. Ja, zelfs 22. Ik kijk dan vooral naar de equity value en de EBITDA en die zijn gewoon erg laag. Ik verwacht ook dat ze toch weer positiever zullen zijn in hun outlooken. Dus dat vind ik een aandeel wat ik heel erg aantrekkelijk vind. Nou, Signify is al wat gestegen. Die stond ook in de 5 Geert. Ik heb elk jaar de 5 Geert. Signify heeft natuurlijk enorm voordeel bij die energietransitie. Mm-hmm. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Bij mijn huis moest ik een stroomrekening betalen waar je achterover van klapt. Mijn vrouw houdt van gloeilampjes en zo. Ik heb gezegd, nou, je kan er wel van alles, lieverd, maar we gaan alles vervangen met ledverlichting. Ja, en ik doe tegenwoordig ook vaker knopjes uit, want dit is gewoon shocking. Signify profiteert natuurlijk van die ledverlichting en die nieuwe technieken allemaal en die omslag. Dus zo'n aandeel vind ik ook heel erg goed, maar die is al wat gestegen. Ja. Waar ik tegenwoordig ook heel erg een beetje de focus op heb, is op de middelstand aandelen in Duitsland. En daar vind je ook nog wel koopjes. Dat zijn de wat kleinere aandelen, alhoewel dat niet altijd zo is. Bijvoorbeeld, ik had een aandeel Eckert en Sigert, die heb je ook in Beursgenoten gelezen. Waarschijnlijk afgelopen maand stond 49 euro, staat nu rond de 53, 54. Maar die stond anderhalfje terug, 137. Zo ongekend. Dus die is wel in die tijd een beetje meegegaan naar beneden. Maar als je nu kijkt naar de outlook en aan de cijfers, ik zal er niet te veel op ingaan. Ja, dan moet je niet raar kijken dat dat zo ook weer richting die 100 gaat. Ja, het is echt een heel mooi bedrijf. Zit in met name apparatuur voor kankertherapieën en dat soort dingen meer. Dus chemie, hoe heet dat, chemische behandeling. Aan de ene kant stout je dat tegen de borst, maar aan de andere kant zijn we super blij dat er bedrijven zijn die machines maken. Heel leuk bedrijf. Dus in die middelstand, daar kijk ik dus heel erg naar bedrijven die ondergewaardeerd zijn en eigenlijk ligt daar wel heel veel kansen. Ik kwam Nokia ook weer in één keer tegen. Hoe kijk jij tegen dat aan? Ja, nou, die heb ik net bij de analisten neergegooid om te analyseren. De analist is gewoon te goedkoop. Okay. Mensen zien niet voldoende waar ze mee bezig zijn met hun cloud-activiteiten. Ze spelen echt wel in een partijtje mee. En staat nu rond de 4 en de koersdoelen gemiddeld liggen rond 5,50, 6. En ik heb net gezegd van, weet je, laten we het aandeel eens even kijken hoe de jaarcijfers eruit gaan zien, et cetera. Dus ik verwacht dat ik elk moment een koop advies onderstrepen in het aandeel. We zijn heel benieuwd. We houden het wel even bij, want ik werd zelf ook op het aandeel getipt. Nou, een goede tip. Ja. Beleggen wordt steeds populairder. Je ziet van de jongeren, waar we het net ook al over hebben, iedereen denkt snel geld te kunnen verdienen, mensen dansen op de golf. Hoe zie jij dat? Voor de economische betrokkenheid vind ik het heel erg goed dat jonge mensen beleggen. En ik vind ook voor ondernemers die niet beleggen, zijn eigenlijk een beetje slechte ondernemers. Want als je belegt in bedrijven en het liefst van je concurrent, dan zie je dat de moeilijkheden die je zelf hebt, die kom je ook tegen bij andere bedrijven. Eens, het is een soort kennis die je allemaal opdoet en wat je breder perspectief op de wereld geeft. Hè? Ja, kijk, in de Koran mag je niet eens geld op rente zetten.
Dan ben ik niet de man van de krant. Maar de gedachte staat me wel aan. Je moet met je geld werken. Je hebt talenten gekregen. En als je een beetje geld hebt, klein en weinig, dan moet je die talenten gebruiken ten gunste van de wereld, van de economie. Aandelen onder een tientje.nl. Hoe zit dat precies? Nou, dat zit zo. Kijk, ik word heel langzamerhand een beetje een oude stier. Je kent het verhaal van de oude stier en de jonge stier? Nou, ik laat me graag nog een keer vertellen. Nou, kijk, de oude stier en de jonge stier stonden boven aan de berg. En dan zit de jonge stier zit in de vallei en kudde koeien lopen. En dan zegt hij tegen die oude stier, zullen we naar beneden rennen en met een koe gaan vrijen? En dan zegt die oude stier, we wandelen naar beneden en we vrijen met allemaal. En ik ben een beetje oude stier aan het worden. Bij Aandeel en Tientje is alles digitaal en alles gebaseerd op snelheid en op attractiviteit. En, daar is een nieuw gezicht op en, dat is iemand die dus echt ook jong is en die dus ook zelf in dat leven staat. Mooi. En ik vind het heel mooi ook om daarin mee te denken en mee te coachen en om daar ook een drijvende kracht achter te staan. Maar het is heel wat anders als beursgenoot. Het is echt sec, pennystuks, aandeeltjes van 50 cent. Ik heb nu een aandeel van 80 cent. Nu gaan we in 2020 al een keer getipt op 1,20 euro. Mm-hmm. Dus met koersdoel 3. Ja. Dus steeg die naar 4,73. Maar wij hebben verkocht bij 3 euro. En nu, zonder enige reden, is hij teruggekabeld naar 80, 82 cent. Ah, ja. Nou, ik ben nu het bedrijf aan het analyseren. Of ik niet, maar de analisten dan. En het ziet er nou uit dat er geen enkele reden voor is. Nee. Ja, dan gaan we dat aandeel kopen natuurlijk. Want wat kan dalen, kan ook weer stijgen. Hè? Ja, dus, en als er geen reden is. En dan ben je het aandeel weten, dan ga ik je nog niet zeggen. Eerst analyse klaar. Dan moet je naar Rick bellen, aandeelontientje.nl. Ja, we gaan naar Rick toe. Hoe ben jij op jonge leeftijd bij beursgenoten terechtgekomen? Ik was altijd bezig met aandelen. Nou, ik deed met een aantal beursspellen mee. Ik heb zelfs de slimste belegger heb ik gewonnen. Oh, ben je? Kreeg ik daar een prijs van. En mocht ik mezelf een jaar lang de slimste belegger noemen. Mm-hmm. En prijs ook voor de ING. Mm-hmm. Nou, RTL heeft mij uitgenodigd om daarover te vertellen hoe ik dat heb gedaan in de studio. Nou, beurshandelaren, Beursplan 5 zagen dat ook. En die dachten van, nou, we willen hem wel eens als handelaar hebben. Dus ik heb op Beursplan 5 gewerkt. Maar dat was je een beetje een flipperkoning. Dus je moest veel transacties gaan maken. En daar verdienden zij gewoon echt op. Mm-hmm. En je ziet dat er wel bijvoorbeeld best veel handelaren bijvoorbeeld daar aan de kook waren. Maar dat past totaal niet bij mij. Nee. En Geert, die had mij ook gezien. Nou, die heeft mij benaderd of ik ook voor hem wil werken. En hij had een leuk idee. Bijvoorbeeld genaamd aandelen onder een tientje. Mm-hmm. Dus het staat totaal los van beursgenoten. Want het is, ja, er zit een eigen analistenteam zit erop die de juiste aandelen onder de tientje tips opvolgt en analyseert. Mm-hmm. Nou, en vanaf nu ben ik daar het gezicht van geworden en het gaat gewoon echt goed. Volgens mij heel interessant voor de startende belegger. Hè? Precies, kijk, want wij focussen eigenlijk op de wat jongere doelgroep, dus beginnende beleggers. Nou, die willen vaak eigenlijk met een kleine investering willen ze grote winsten behalen. Mm-hmm. Nou, ja, vaak gaat dat eigenlijk fout. Nou ja, wij hebben nu een platform ontwikkeld, dat is aandelenonderhetdientje.nl. Daarmee analyseren wij de kansrijke aandelen. Die bijvoorbeeld zitten aandelen van een kwartje tot een paar euro. Maar ja, als ze maar niet duurder zijn dan een tientje. Mm-hmm. We hebben al bewezen dat onze aandelentips gewoon echt veel gaan stijgen. En stel, hè, ik zit als kijker hierna te luisteren, ik wil me graag inschrijven. Wat biedt mij dat platform allemaal? Nou, eigenlijk het belangrijkste, elke maand de kansrijke aandelen onder de tientje tips. En ze krijgen daar ook toegang tot onze aandelen onder de tientje portefeuille. Mm-hmm. Kunnen ze met ons meebeleggen. Okay. Ze krijgen elke week markt- en portefeuille updates waarin wij de hele markt analyseren. En hoe we kijken naar onze gegeven aandelentips. En wat onze visie erover is. En de beste aandelen onder de tientje tips natuurlijk. Ja. Iedere maand. En daar draait het om. Ja, ik weet het wel. Ik schrijf me in. Precies. Ja. Kijk, dat is hartstikke leuk. Gaan we gelijk regelen. Ik wil het graag weten. Ja. Mooi. Geert, ik wil je enorm bedanken voor het onwijs gave interview. Ik ben er weer een hoop wijzer geworden. Ik denk onze kijkers ook. Die hebben heel veel beleggingsadviezen van jou meegekregen. Goed personeel wat je hier hebt rondlopen, Rick. Ik zie daar ook heel veel potentie in zijn platform. Dus het gaat jullie goed. Ik wil jullie enorm bedanken. We hebben een geweldig team, daar ben ik heel blij mee. Dat is zeker af te zien. En alle mensen die gekeken hebben. Ja, goed beleggen begint toch bij de juiste adviseurs aan het trekken. En ik denk de beursgenoten of de mensen die we speculatief op plaatsen aan de tientje.nl daar enorm voordeel bij kunnen hebben. Ik kan ze zeker het allemaal aanraden. Hey, tot de volgende keer. Dankjewel. Tot kijk. Beleggen doen we samen. Een van de uitspraken van Geert Schaai. Wat iedereen wil gaan beleggen of is al bezig met beleggingen. Geld wordt veel minder waard. Het is ook totaal niet meer interessant om überhaupt geld om op je rekening te hebben. Geld verdwijnt sowieso.
Dus wat moet je dan doen? Beleggen. En beleggen is niet zonder risico. Daarvan hebben wij zojuist de tips, de tricks met jullie gedeeld. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Ik in elk geval wel weer. Ik weet wat de parels van 2023 zijn. Jullie ook. Vergeet vooral niet een reactie onder deze video te geven. Wat jullie ervan vonden. Wat jullie ervan hebben geleerd. En wat jullie met beleggingen in de toekomst gaan doen. Bedankt. Tot de volgende keer. Arrivederci. Ciao, ciao.